NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai heeft vandaag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée wederom aandacht gevraagd voor de trawlers voor de Surinaamse kust. Hij wees erop dat deze boten motoren van 2000 pk hebben, terwijl op de Surinaamse wateren motoren van maximaal 500 pk toegestaan zijn. Hij vroeg minister Lekram Soerjan van LVV waarom het zo lang duurt om de boten te laten verwijderen. Voorzitter, ik wil de minister vragen. If ino gide man a vergunning. If ino gide man a vergunning. Sade mij sukuja ete. Sade mij wachti. Waarom moeten ze hier blijven? Als ze niet voldoen aan de voorwaarden. Als een van de redenen is aangegeven dat deze schepen een motorvermogen hebben van meer dan 2000 pk. En in Suriname is er maar 500 pk toegestaan. Voorzitter, ik wil de minister van LVV ook vragen om te gaan onderzoeken of er niet al trawlers zijn die in Surinaamse wateren vissen met een vermogen van meer dan 2000 pk. En als de minister de resultaten van het onderzoek niet kan krijgen, ben ik wel bereid het aan hem te geven. Omdat ik weet dat er nu al trawlers zijn in Surinaamse wateren met een geldige vergunning. Die vissen en ze hebben een motorvermogen van meer dan 2000 pk, voorzitter. Ramsahai vroeg ook aan de minister om de lijst van vergunninghouders te presenteren in de Nationale Assemblée, omdat er sprake is van overbevissing in de Surinaamse wateren. De parlementariër vindt dat er een vergunningstop moet komen. En we zien dat er elk jaar, elke keer als vergunningen verlengd moeten worden, dat er nieuwe trawlervergunningen worden uitgegeven. Voorzitter, als ik naar de begroting van het ministerie van LVV kijk, zie ik ook nergens dat bedrijven als Sevias, Sail, ook de minivisserijcentra's, hun inkomsten afdragen aan de staat. Ik wil de minister vragen of de regering vragen of deze bedrijven misschien niet winstgevend zijn of ze de inkomsten, de winsten voor zichzelf mogen houden. Dat was NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai vandaag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Hij vroeg aan de LVV-minister om de 6 trawlers die zich al ruim 5 maanden in de Surinaamse wateren bevinden te verwijderen.